Ik denk dat ze in Noordwijk heel blij zijn met jullie. Ja, ik denk in Hendrik Ido Ambacht iets minder. Ja, we wilden heel graag winnen en het is een punt geworden. Terecht punt? Ja, minimaal. Minimaal terecht. Ik vond de eerste helft heel, heel matig aan onze kant. Ik ben ook echt boos geworden in de rust. En ja, daar werd laten liggen. Ik denk als we een goede eerste helft spelen en die goal niet tegenkrijgen. Ja, in de tweede helft heb je wel gezien dat we echt voor de winst gingen. Of heeft Kikbos het laten liggen? Ja, waar? Nou ja, in de eerste helft door die talloze kansen niet af te maken. Nou ja, dat vind ik wel meevallen. Nee, de eerste helft was heel ondermaats, ook van Quick Boys trouwens. Ik bedoel, het had ook 0-0 kunnen zijn of 1-1. Nee, ik vond de eerste helft te verwaarlozen eigenlijk. In Noordwijk zullen ze blij zijn, want door dit resultaat heeft Noordwijk een grote stap gezet in de richting van de eerste periodetitel. Of mogen ze bij Quick Boys nog hoop houden? Ja, sowieso. Want ik hoor iedereen zeggen dat het allemaal tussen Noordwijk en Quick Boys en DVS gaat. Maar volgens mij doen er nog wat meer ploegen mee. Misschien niet voor het kampioenschap. Maar ja, in deze divisie denk ik dat bij de bovenste acht moet je gewoon opletten tegen wie je speelt. En dat zijn geen ploegen die... Kijk, DVS die gaat ook onderuit tegen VVG vorige week. Ik heb verder geen uitslagen gezien. Maar ik denk dat Quick Boys ons misschien dan ook onderschat heeft. Nou, ik doe ook met name over 2 weken wordt dan de eerste periode beslist. Jullie spelen tegen Noordwijk en als jullie winnen van Noordwijk is eigenlijk de enige kans die Quick Boys nog heeft. Dus vandaar mag Quick Boys hoop houden. Ja, zeker, tuurlijk. Wij gaan thuis sowieso voor de winst, ook tegen Noordwijk. Dus ja, weet je, we helpen vooral onszelf en als een ander daarvan kan profiteren, dan vind ik dat prima, geen probleem.